Dames en heren, goedenavond. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Op Jacht naar de Schat. Jeannette, jij hebt al je envelopjes en alle andere spullen weer bij elkaar. Alles, je ziet het. Heel goed. U kent de formule waarschijnlijk, maar ik zal hem toch nog eventjes in het kort herhalen. We hebben dus vanavond weer twee kandidaten in de studio die 3 kwartier de tijd krijgen om maximaal 3 schatten te vinden. Als dat lukt krijgen ze 10.000 gulden netto met z'n tweeën. En hoe doen ze dat? Allereerst aan de hand van een bepaalde omschrijving waar wat aanwijzingen in staan. Ten tweede is er wat literatuur voor hen. En ten derde, en dat is het belangrijkste, bevindt zich in de buurt van de schatten een helikopter met onze verslaggever Jan de Vries. En die gaat instructies van die kandidaten uitvoeren. U zag net al dat ik voor een kaart van Frankrijk stond. En daar speelt het zich vanavond ook af. En wel in het Baskengebied, een sterk nationalistisch gebied met een hele eigen taal. U ziet hier bij de kruisjes de grens met Spanje, dus Frankrijk en Spanje. Daar is de Golf van Biscayen. En verder noem ik dan wat plaatsen als Andaye, Urunje, Cibuur en Portua. En dan gaan we nu kennis maken met onze kandidaten van vanavond. En onze kandidaten zijn dan vanavond Els Zaathof en Herman Vos. Jullie zijn al een beetje in de stemming om het grote spel te spelen. Ja, we hebben er ontzettend veel zin in. Zeker. Ja. Els, waar kom je vandaan? Ik kom uit Capelle aan de IJssel, dat is een plaats dicht bij Rotterdam. En wat doe je? Ik ben daar, op de eerste plaats ben ik getrouwd en ik heb 2 kinderen. Mm-hmm. En daarbij ben ik gemeenteraadslid. In Capelle? In Capelle aan de IJssel. En dat kun je er allemaal mooi naast doen, is dat niet heel erg omvangrijk? Dat is niet, het is wel omvangrijk natuurlijk, maar het gaat allemaal prima. En waar gaat je belangstelling naar uit in die gemeentepolitiek? Naar welzijn, onderwijs en ruimtelijke ordening. Maar natuurlijk ook alle andere portefeuilles hebben mijn interesse. Kortom, veel werk aan de winkel. Veel werk, ja. Herman, jij komt waar vandaan? Ik kom uit Groningen. Ik werk in Arnhem, dus het is een beetje heen en weer reizen wat mij betreft. Ja. En wat voor soort werk doe je? Ik werk op een hele grote betonfabriek vlakbij Arnhem. Ja. Nu weten de mensen wel waar ik het over heb dan. Misschien. verder mijn hobby's. Ik ben een fervent surfer. Ja. Ik heb net voetbanden op mijn plank laten zetten om het brandingsurfen te gaan leren. Dus Aha. Ik hoop dat daar wat van komt. En wat is dat, brandingsurfen? Brandingsurfen gaat als volgt. Je hebt een aantal voetbanden op je plank. Ja. Die geven je de mogelijkheid om je voeten op een bepaalde stevigheid op die plank te zetten. Waardoor je als je in de golven terechtkomt, in de branding terechtkomt, anders er afgeslagen zou worden. Ja. Nu heb je de mogelijkheid om je plank te blijven besturen. Aha. Op die plank te blijven staan, waardoor je sprongen kunt maken. En dan gaan we nu even over naar Jan de Vries, ergens in Baskeland. Jan, kom er maar in. Hallo, hartelijk welkom Els en Herman. Dank je. Ook toch? Hallo, Jan. Hallo. Wij staan hier in een schitterend stukje Zuid-Frankrijk in Baskeland bij een heel klein meertje. Als de kandidaten even meekijken op de kaart, dan heet dat Bordajuri. En dat ligt een beetje ten zuiden van Saint-Jean-de-Luz en een beetje in de buurt van Andaye. Kunnen jullie dat vinden op de kaart? We hebben het hier gevonden. Zit je ten noorden of ten zuiden van het meertje, Jan? Wij staan, het is een heel klein meertje. Je kunt het hier zien. Het is echt niet groot. Het is 50 meter ongeveer. Daar houd ik mee op. Nou, ik zet de helikopter. Het is een schitterend verlaten plek. Het enige wat hier rondloopt, en ik hoop dat we die zo nog eventjes kunnen zien vanuit de helikopter, dat zijn de zogenaamde hotjocks. Dat zijn wilde paardjes die hier op de hellingen van dit meertje rondwaren. Hoe heette die? Ja, die heet een prachtige naam, Potjoks. Potjoks. Dat zijn wilde paardje en Potjoks, dat is dan een naam uit de Bastische taal. Dan wil ik tot slot nog eventjes voorstellen de ploeg die ons vandaag gaat begeleiden. Allereerst is dat de cameraman, en dan moeten we eventjes overnemen, cameraman Patrick vandaag. En dan hebben we verder als de trouwemaker Serge die meedoet. En de helikopterpiloot Jean-Michel. Nou, dat is het wat ons betreft. Zijn wij er klaar voor? Dus ik zou zeggen, het woord is aan jullie, aan de kandidaten. Dan gaan wij nu bijna beginnen. Ik zal bij Jeannette even de eerste enveloppen ophalen. De eerste opdracht. Die heb ik nu hier voor me. Attentie, start. Zo jongens, de tijd loopt. Ieder een eigen papiertje. En dan zal ik hem even voorlezen. Jullie lezen even mee. Jan de Vries leest ook even mee. Ja. Eerste opdracht, gaat het om 2000 gulden. Daar waar ik op neutraal gebied een vredesverdrag ondertekende, staat een monument
10 stappen hier vandaan richting Spanje vindt u de scepter van mijn koning. Ondertekend Mazarin. Ik zal het nog een keertje voorlezen, want het is natuurlijk altijd weer een beetje onbekend voor ons. Daar waar ik op neutraal gebied een vredesverdrag ondertekende, staat een monument 10 stappen hier vandaan richting Spanje vindt u de scepter van mijn koning. Ondertekend Mazarin. Nou, wat zullen we daarmee aangaan? Nou, ik geloof dat wij in de boeken moeten duiken. Ja. En ik denk dat Jan intussen toch wel even moet opstijgen. En wat moet gaan... Rondcirkelen maar vast, want we weten natuurlijk nog niet waar we zitten. Want we weten niet welke richting we uit moeten. Jan, als jij vast even opstijgt en rondcirkelt, dan gaan wij de tijd hier gebruiken. Ik heb Els. Wij hebben gewoon een gelinst tussen gestart. Wij stijgen op en wij blijven een beetje rondcirkelen. Ja. Nou, we gaan even kijken. Misschien is het verstandig om eerst te kijken waar we naar moeten zoeken. En ik denk dat we de scepter van mijn koning moeten zoeken. Dat zal de eerste schat zijn. Dat is de eerste schat die wij 2000 guldens. Dus neutraal gebied zie ik staan. Vredesverdrag, monument en hier een 10 stappen daar vandaan richting Spanje. Of een koning die van geen nee wil horen. Nou, ik zal maar eens wat boekjes pakken. Meneer Mazarin ondertekent het. Zal dus iedereen zijn boekje pakken? Als jij die eens pakt, ga ik even in de index en dat soort dingen voor de mensen. Mazarin en een vredesverdrag. Ik zal eens eventjes kijken. Jan, ben je intussen in de lucht? Ja, Els, we zijn intussen in de lucht. En zie je hier vanuit de helikopter die prachtige wilde paadjes hier rondlopen. Het is echt een schitterend meertje waar we nu zijn. Zeg het maar, als je een opdracht hebt, dan kunnen wij daar nu We zijn er hard aan bezig. We zijn hard bezig. We zijn naar Mazarin aan het zoeken, want dit is degene geweest die dat heeft ondertekend. We weten natuurlijk helemaal niet wie dat is, maar jij hebt in de index meneer Mazarin gevonden. Ja, heb jij al Mazarin gevonden? Hoef je daar niet verder naar te kijken? Nou, als je dat een beetje doorleest... Mazarin was een kardinaal die optrad. Ik lees even door, vertel het een beetje in je eigen verhalen, dan gaan we even kijken waar we dan zitten. Borda Ghouri. Mazarin is in ieder geval was de eerste minister van Frankrijk in de tijd, hier staat 1659, die optrad namens de Franse koning. Dus Mazarin trad op namens de Franse koning? Hij trad in onderhandelingen met Don Louis de Harrow. Nou, dat zou het vredesverdrag kunnen zijn. Dat is dat vredesverdrag met Philips de Vierde van Spanje. Zie je ook een plaats staan? Want daar moeten we natuurlijk ik zie hier de onderhandelingen werden gehouden op een klein eiland in het midden van de Bidassoa-rivier. Dus Jan, we moeten richting van de Bidassoa-rivier en die ligt op ja, de, en een eilandje dan. Ja, oké. Okay. Die hebben we gevonden op de kaart. Op de kaart staat hij. Dus je gaat vanaf waar je bent gestart? Ten westen? Hij gaat vanaf. Ja. Jan, de kandidaten willen dus dat je richting Golf van Biscayen gaat, zeg maar. Want daar is die Bidassoa-rivier en daar zou dan ergens een eiland zijn waar meneer Mazarin de onderhandeling heeft gevoerd. Misschien wil je nog even luisteren, Jan, naar wat hier in het boek staat. Er staat hier de Bidassoa. Scheidt Frankrijk en Spanje over 13 kilometer tussen Andé en Irun. Nou, hier ligt Andé en hier ligt Irun. En hier ligt een île de la Conférence. Ja, en ik denk dat Île des Faisans. Jan de Vries, kun je dat volgen en kun je die kant uitgaan? Want we hebben sterke aanwijzingen dat dat het goede plekje moet zijn. Oké, ik begrijp dat jullie willen dat wij tussen Irun en Andé daar die rivier op zoeken. Naar dat eilandje toe gaan. Oké. Daar waar ik op neutraal gebied. Even doorlezen, want ik denk dat daar dan... Ja, ik lees weer even verder. Het is een... Wacht even. Het is een eiland van boeren. Weet jij ondertussen wat wij moeten zoeken, Jan? Ja, Jan weet moeten, dat wij een scepter moeten zoeken. Wij zoeken een scepter van de koning. De scepter van de koning. De scepter van de koning. Die gaan we zoeken. Dat is dus het doel wat we moeten vinden. Ja? En dat moet dus bij een monument zijn... op neutraal gebied en dat zou dan dat eiland kunnen zijn. Ja. En daar, als je daar zou je dus naar een monument toe moeten gaan, Jan. Ja. En 10 stappen daar vandaan richting Spanje, dat is dus richting, naar het zuiden. Ja. Heb je een kompas bij je? Ja. Nou, dat is dan een makkelijk... Waar vlieg je nu op het ogenblik, Jan? Een heuveltje over en wij zitten nu zeg maar aan de monding van de Bidassoa. Ja.
Ja, dan moet je terug als daar je aan de monding zit. Nu op aan. Ja. Ze moeten nu de monding daar... ligt iets onder André en Jeroen. Zie je de twee plaatsen liggen vanuit de lucht? Ik zie de plaatsen liggen vanuit de lucht, ja, ja, maar ik zie nog geen eilandje wat aan jullie beschrijving beantwoordt. Nou. Dat moet er dus tussenin liggen, Jan. Andaië schijnt dat dus te heten en dan Jeroen ligt aan de andere kant en daartussenin ligt dat eiland. Ja, en hoe heet dat? Dat is Île de la Conférence. Of Île de la Faisan. Of Île de Faisan. Het is van, als je vanuit het westen aankomt vliegen, is het het eerste eiland wat je ziet. De tijd is 39 minuten en 4 seconden. We zijn 6 minuten onderweg. Het is wel ontzettend sterk van je dat je dus dit verhaal gevonden hebt. Ja, nou... Ongelooflijk. Heb je dat eerste eiland nog nu gevonden, Jan? Kalm maar, jongen. Jan, waar zit je nu ongeveer? Zie jij ook een grote weg lopen? Want dan kunnen we ongeveer kijken waar je zit. Beschrijf even wat je ziet, Jan. Wat zie je? We liggen hier over een hele grote weg. We zijn hier bij de grens in Roen, zeg maar Spanje-Frankrijk. Ja? We vliegen nu over de grens tot Steen. Ja. Dus dan moet je eens even kijken. Dan komen we achter deze berg vandaan. Bij het water. Daarachter moet dan een eiland liggen wat jullie bedoelen. Ja, dat ligt midden in de rivier, Jan. Midden in de rivier. Ja. Bij Andaië. Ten zuiden van Andaië. En daar zou je misschien een monument moeten zien. Nou, ik zal even verder lezen hier in het boek. Het eiland van de boeren, zoals ja, het... Ja, wacht, ja? Eventjes, kom maar. Ik zie hier een eilandje liggen. Ja. Maar ik heb een heel klein eilandje met allemaal bomen erop. Staat er een monument, Jan? Nou, er moet een paviljoen zijn, lees ik hier in we het boek. We gaan er even omheen zitten, want zo vanuit de lucht kan ik het nu nog 1, 2, 3 niet zien. Zoek die plaatsen op in het boekje, ja? Een van die twee plaatsen. Kijk of daar nog iets staat. Het is een heel langwerpig eilandje. Andaië, wat zeg je, Jan? In het, met allemaal bomen erop. En ja, in het midden daarvan staat een monument. Ja. Een grote steenkop. Heel goed, Jan. 37 minuten. Kan je daar landen? Dat is een goede vraag. En dan nee, we kunnen niet op het eilandje landen. Ze moeten aan de overkant. Aan de noord? Ja, dus aan de monding daarvan. Ja? Ja. Jan, je moet toch op het eiland zien te komen. Jawel, je moet naar het monument toe, Jan. Hé, we gaan nu landen hier. Juist. Ja? We cirkelen eventjes rond. Er liggen een paar bootjes op. Een bootje is allemaal over te komen. Wat zijn het? Roeiboten? Roeibootjes, jawel. Dus jij gaat nu... Niet op het eiland landen, maar... Ernaast. Ernaast. En je gaat met het roeibootje over. Nou, Jan? Jan, land zo dicht mogelijk dat je recht tegenover dat monument zit. Dat je niet zeg maar het hele eiland om moet roeien voordat je bij het monument zit. Ja? 36 minuten. Het is een afstand van een meter of 20 die we zouden moeten roeien. Oh, dus nou. Dat moet lukken. Dat moet lukken. Doe je best. Ga snel, joh. Jezus, Mina, dat is snel, zeg. Oh, Jan, een beetje aan die riemen trekken. Een beetje doorroeien. Ja, we zijn nu geland. Ja, zeg maar, je bent al pas geland. Of je handen krijgt, maar je moet er komen. Ik moet spreken, jongen. Zeg mij even wanneer je geland bent, precies. Ah, we zijn geland, dus zoeken dus nu een boot. Jij bent al nu uit de helikopter, loop hier je al? Hier zit Jan dus aan de monding. Daar staat de helikopter. De second one. Daar stond verder niks meer bij. Jan, kun je ons nog volgen? Ja, ik hoor jullie uitstekend. Als je zodra je die scepter zou hebben, dan moet je stoproepen, hè? Dat weet je, want de tijd is van belang. Ja. Jan, waar zit je nou? Nee, we zoeken een boot, maar... Jawel, maar dan moet je op een vijf zoeken. Een anker, een touw! Oké. En waar sta je nu precies? We staan nu aan de rand, aan de kade van riviertje. Ja. Er is zo te zien een redelijke stroming nog. Time. Proberen nu. Oh jongens, dat wordt dus helemaal gek, want daar moet Jantje de Groei ook. Heel goed, Jan. Zeg Jan, zit je al in die boot? En een paar roeispanen. Onvoorstelbaar. Oh, en je gaat dus nu naar het eiland toe, Jan. Ja. Je gaat naar het eiland toe. Gaan we naar het eiland toe? Ja, dat is de vraag natuurlijk geweest. Nou, kom op, ik ga roeien. Zit je daar te roeien of te heel lachen? Heel goed, Jan, aan de gang, want de tijd loopt.
Kom op, Jan. Ben je nu aan het roeien, Jan? We doen ons uiterste best. Heb je dat anker ingehaald? We hebben het anker ingehaald. Ja. Maar het gaat niet zo makkelijk als je wel denkt. Ja, maar ik had toch wel wat verwacht dat je toch wel goed kan roeien, hè? Met jouw conditie. Jawel, mijn normale roeibouten, die hebben van die... Goed, Jan. Weet je nog precies waar dat monument ligt, Jan? Is dat midden op het eiland? Het is midden op het eiland. Zie je het van hieruit? Nee, want ik roei met mijn rug naar het eiland toe. Ja, oké. Ja, dat is goed. Dan hoor je goed. Jan, Ja. Goed, we zijn inmiddels naar de 33 minuten toe. Hoe ver nog, Jan? Kom op, roeien. Heb je geen vier riemen? Heb je geen helpers daar, Jan? Hij is buiten adem, joh. Hij kan helemaal niks meer zeggen. Jan, kan je daar nog lopen? Oké. Ja, ben je er? Ben je er? Ja, we zijn er. Ja. Nou, okay. Ik wil zeggen, ik heb de miste voet. Ik heb de miste voet aan land gezet. Juist. Snelheid, tempo. Naar dat monument toe, hè? Naar het monument, Jan. 10 stappen daar vandaan richting Spanje. Heb je je kompas bij je? Moet je een scepter vinden. Kan je beschrijven wat je daar doet en ziet, Jan? Ja. We lopen tussen de straat. Zijn die op het eiland? We hebben de boot vastgelegd. Ja. Zo anders komen we nooit meer terug. Ja. Nu, binnen van het eiland. Ja. Hoe groot is het eiland? Een metertje of 7 hoog. Grote stenen geval. Ja. Met erop een tekst. La France en Spanje. Heel goed. Dat is goed. Dan moet je 10 stappen. Prima, ja, Jan. Dat is een neutraal gebied. En nu moet je even je kompas pakken, Jan. Ja. En 10 stappen naar het zuiden. Richting Spanje. Richting Spanje. Richting Spanje. Dat is zuid, zuidwest. Oh, dat lijkt niet zo fluit. 1 scepter. 32 minuten, 31 seconden nu. Jan, waar moet ik in welke richting? Ten zuiden, naar richting Spanje moet je. Richting Spanje, ja, maar dat weet hij natuurlijk niet. Dus wij moeten hem wel even iets aangeven. Dat is 10 stappen daar vandaan. Ja. En dat... kijk, Spanje ligt namelijk alle kanten uit, hè? Zie je dat? Ja, ik heb hem! Ja, okay. Ja. Prima, Jan. Hartstikke goed. Jan. Hartstikke goed. Het roeien wordt beloond. Fantastisch. Het is een langgericht... Ja, dat is een scepter. Daar kun je mee zwaaien. Met twee prachtige vingertjes. Ja, prima. Nou, Jan, geweldig. Bedankt en rust maar een beetje uit. Ik weet niet of je terug moet, dat zullen we zo meteen wel even zien bij de tweede opdracht. En nu heeft Jeannette ongetwijfeld allerlei goede en misschien wel slechte dingen te vertellen. Alleen maar goed, want jullie zijn werkelijk prima gestart met het zoeken naar Mazarin. Jullie hebben het juiste boek onmiddellijk gegrepen en Jan kon dus onmiddellijk op weg. Op weg naar dit neutrale eilandje waar dus dit vredesverbond werd gesloten. Dat was de vrede die een eind maakte aan de 30-jarige oorlog tussen Frankrijk en Spanje. En, in welke tijd ongeveer? Dat was in 1659 in november. En dat was inderdaad Mazarin, de beschermheer en de grote vriend van de toen nog zeer jonge Lodewijk de 14e. Dat was de koning dus van Frankrijk. Die dit verbond heeft ondertekend. Het monument is opgericht door Napoleon III samen met koningin Isabelle van Spanje. Mm-hmm. Nogmaals, niets aan toe te voegen en dan gauw de tweede opdracht. Ja, dankjewel. Jan, ik heb inmiddels de envelop voor de tweede opdracht. Die zal om 5000 gulden gaan in totaal, dus 3000 extra. Ben je klaar, Jan? Nee, even mijn voet uit het water halen, ja. Ja? Oké. Okay. Attentie, start. Stop. Je gaat nu in ieder geval terug naar de helikopter vast, Jan. Wij roeien nu terug, over. Keurig. Hier, Jan is allerlei dingen aan het doen, weggaan nu. Dus dat is 3000 gulden erbij en dat wordt in totaal dan 5000 gulden wanneer jullie deze schat zouden vinden. Niemand is na mijn huwelijk door deze poort gegaan. Mijn koninklijk embleem vindt u bij de hoek van de muur, ondertekend Lodewijk de 14e. Nog even herhalen. Niemand is na mijn huwelijk door deze poort gegaan. Mijn koninklijk embleem vindt u bij de hoek van de muur. Ondertekend Lodewijk de 14e. Een koninklijk embleem is de schat. Die we zoeken. En nu zullen we ergens iets moeten vinden over wat voor huwelijk dat dan is. Ja. Of ik weet helemaal niet hoeveel huwelijk Lodewijk de 14e gehad heeft. In de boeken moeten zoeken bij de naam, want dat was succesvol de vorige opdracht. Ja, dus Lodewijk de 14e misschien. We gaan bij Lodewijk de 14e zoeken. Ja, dat boek heb ik al gevonden. En ik denk dat we in de tijd van zijn huwelijk moeten gaan zoeken, dat er een poort opgericht is, speciaal voor zijn huwelijk. En ik denk dat we daarin
Ja. Dan moeten we zoeken. Jan, ben jij intussen richting helikopter? Nou, wij zijn nu nog midden op dat leuke riviertje bij jullie. Oh, 31 minuten. Het gaat wel wat langzamer, geloof ik. Zo, ik zal eens even... Maar je hebt je best gedaan de eerste keer. Hey, in ieder geval. Dit is een Duits boek. Louis Philippe. Heb jij daar heel iets, Els? Eventjes, Lodewijk de 14e moeten nee, kijken. Ik heb hier, ja, dus dit, ik heb hier wel over het, ik heb hier wel over het huwelijk. Kijk. Oh, nou. 1659, dus die is in datzelfde jaar getrouwd als wat je net zei over die ondertekening. Maar ja, dat kan natuurlijk heel belangrijk zijn. Als je even daar doorkijkt. Ga je kijken bij Lodewijk de 14e zijn huwelijk. Lees even wat er gebeurd is op die dag. Dan kunnen we misschien... Resultaat dat Mazarin had moeten toejuichen. Nee, dit is toch niet goed? Nou ja, we zitten wel in de buurt natuurlijk weer. Ja, we zitten wel in de buurt. We zitten in de buurt. Ik wil toch... Ik zal even ondertussen dat doorlezen. Huwelijk van zijn jonge koning. Dat is dan dus Lodewijk de 14e met Maria Theresia. Ja. De ja, oudste dochter van Philips de 4e. Ja. Nou, we moeten dus een poort hebben. Nou, ja, ik denk in ieder geval dat een koning altijd in een kerk trouwt, hè? Dat we zullen toch een beetje moeten lezen, wat ik net heb hier... Ja. Staat, we zullen dadelijk zien. Hier, kijk eens. Hier staat hij. Zit verdrag van ondertekend in voor het doel gebouwd paviljoen. Ja, op het Fazandeiland. Nou, daar zitten we dus, roeien. Het Fazandeiland. Daar zitten we al. Ja. Hallo, dus Jan. Oké, okay, wij zijn inmiddels weer aangeland en bij de helikopter. Ja. Ja. En stappen nu in. Niet. Steeg jij weer op? Dat je in ieder geval in de lucht bent, want wij zoeken nog even in de boeken naar wat wij moeten vinden. Wij zoeken in ieder geval een koninklijk embleem bij een hoek van de muur. Dan weet je in ieder geval wat we gaan zoeken. En dat is een koninklijk embleem van Lodewijk de 14e. Als je wil, dan vast opstijgen. Ja. Ja, stijg maar vast op, Jan. We zitten nog even te zoeken waar je naartoe moet. Steeg maar op. Niemand is na mijn huwelijk door deze poort gegaan. Dus er moet ergens de plaats van dat huwelijk moeten wij zien te vinden. Ja. Staat dat daarin, welke plaats dat is? Ja, wacht even, ik ga hier staan. Dan zijn we in. Namelijk een heel eind verder. Of je zou natuurlijk de plaatsen kunnen opzoeken. Even kijken waar we nog meer in ik kunnen. Denk dat nou, ik als jij nou even probeert te kijken of zoek, je daar... Ik zoek dan eventjes... Ik heb hier een boek, een boek, daar staat iets in over Lodewijk de 14e. Ja, nou, bladzijde 171. Misschien staat daar iets over zijn huwelijk in, want ik neem aan dat het daarover zal gaan. Oeroenje zie ik hier staan, 167. Hey, we moeten die plaats hebben. Landrissie. Nee, ik geloof dat hier niet staat over Lodewijk de 14e. In ieder geval niet wat met zijn huwelijk te maken heeft. Baljuwschappen, Landrissie en... Ja, maar daar zit niks bij over dat huwelijk. Dat moet het huwelijk zullen we moeten vinden, denk ik. Jij had er net een hoofdstuk over het huwelijk. Ja. Stond maar daar geen plaats nog niet, in? Ik pak ze even... Mondgloos op hernieuw, dat zal het niet zijn. Dat gaat dus echt Om dat huwelijk. Zijn. Dat lijkt mij Pyreneeënhuwelijk. We zitten natuurlijk in die buurt hier, maar waar is dat huwelijk gesloten? 27 minuten, 41 seconden. Ja. Nou, niet Frankrijk. Potverdorie, dat is moeilijk. Ja, jongens, snel vinden, hè? Natuurlijk geen 5000 gulden, zomaar eventjes makkelijk voor niks. Ik lees hier. Lodewijk de 14e. Maria Theresia. Ja. Wacht even. Maar het hoofd heel is goed. Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz. Daar moet je naartoe gaan. Daar gaan we nu heen. Even kijken. Dus zien wij dat liggen? Ik zie het helemaal niet liggen op het ogenblik. Kan je het vinden, Tom? Nee, ik zie het ook nog niet. Jan, we moeten naar Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz. Oké, daar zijn wij nu onderweg. Jan de Vries, je moet dus nu met je helikopter gaan naar Saint-Jean-de-Luz. Ja, oké, we zijn inmiddels onderweg. Heel goed, want dat is de plaats waar dat huwelijk gesloten is. Ja. Wederom gevonden door onze Els. Ik zal even vertellen wat hier staat. Het hoogtepunt in het verleden, 9 juni 1660, is het huwelijk van Lodewijk de 14e met Maria Theresia in ongekende praal voltrokken in de kerk van Saint-Jean-Baptiste uit de 13e eeuw. Daar moet dus een poort zijn, misschien. Dat jij, of zie je daar iets van een poort nog bij staan? Er staat hierbij, de buitenkant van de kerk is in tegenstelling het interieur sober. De poort waardoor het bruidspaar de kerk verliet is na de dienst dichtgemetseld. Dus dat is het eerste stap. Heel goed. Ja. Heel goed. Els, hoe was die naam van de kerk ook alweer? De kerk is Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste? Baptiste.
Baptiste. Baptiste, dat is een baptistenklooster. Ja, ja. Oké, okay, dat heb ik begrepen. Dan zou het leuk zijn als we nu even in zo'n ander boek bij die plaats opzoeken. Want misschien vinden wij wel een plaatje van die kerk. Dan weten we zelf makkelijker waar die ligt. Ik heb een boekje over de kerk van Saint-Jean-de-Luz. Fantastisch. 25 minuten, 50 seconden. Ik denk dat we... Ongelooflijk. Nou, zoek even een plaatje van die kerk zelf, dan weten we waar die poort zit. Misschien staat er een foto en misschien kunnen we dan de poort beschrijven aan Jan die we hier staan. Hier staat, hier zien we iets. Ik denk dat het een soort monument is. Franchie voor Le Mariage, Lodewijk de 14e, Maria Therese. Ja. Dus hier zitten we met een steen daarbij. En waar zou dan een plaatje van de poort zijn? Wij vliegen nu langs de kust en we zitten tussen Andaille en Saint-Jean-de-Luz. Ja. Schat dat we ongeveer op een derde van de afstand zijn. Ja. Schitterende rotsachtige kust. Ja. Daar vliegen we langs en dat zal nog een minuutje of... 10 of 5? Nee, dat zal sneller zijn. Is dat sneller? We hebben inmiddels een steen gevonden, Jan, die... Waar heb ik hem nou? Ja, maar we moeten geen... We moeten de poort hebben. Hoe heet die kerk? Steen vinden, maar... Saint-Jean-de-Luz. Misschien dat we hier... Saint-Jean-de-Luz. En daar... Saint-Jean-de-Luz. Ik heb hier een foto. Ga ik nu vinden. Jan, ik ga ook eventjes een foto zoeken van het embleem. Want dan kunnen we dat aan jou beschrijven. Wat je precies moet zoeken. Dat is een stuk wat ik net had. Ja. Was dat een embleem of niet? Ik had net een plaatje wat erop... Nee, ik denk dat het koninklijke embleem is van Lodewijk XIV natuurlijk. Dit is geen embleem. Dit is geen embleem. Dit is een gedenksteen. Ja. Bij de hoek van de muur. En daar heb je Saint-Jean-de-Luz? Ik heb hier Saint-Jean-de-Luz, maar dat is het interieur van de kerk, dus daar hebben we niks aan, denk ik. Er zijn niet meer foto's waarop staat van... Even kijken, waar we dan misschien toch nog wel wat boeken kunnen... Ik was even kijken. 24 minuten en 4 seconden. Ja. Dan zie je... Wij zijn nog ongeveer 2 minuten van Saint-Jean-de-Luz verwijderd. Ja? We vliegen nog steeds langs de kust. Je vliegt nu bij Cibourg of zo, Jan? Dat moet een stad zijn in die baai daar. Je moet daar een baai zien. Maar daar zijn we nog niet helemaal. Waar zit je ongeveer dan? Bij Urugne? Van Saint-Jean-de-Luz hebben. Urugne, zeg je dat wat? Stadsbaan. Je hebt daar een kaart, Jan de Vries. Ja. En zie je daar de plaats Urugne op staan? Ja, hier. Ja. Daar zit je nou in de buurt? Daar zijn we ongeveer bij in de buurt. Ja. Jan, luister eens. Heel goed. Oké, Saint-Jean-de-Luz. Ja, oké, je vliegt aan op Saint-Jean-de-Luz. Ja? Ja? Dan heb ik een grote baai voor me. Ja, oké. Dat is dus hier. Moet je luisteren. Ik heb hier een kaart voor me. Ik weet alleen niet precies van welke... Je komt van die kant natuurlijk. Hij komt van deze kant, dus hij zit nu bij die baai. Jan, zie je daar een kerk? Vanuit de lucht liggen? Nee, ik geloof hier op de kaart staat een plas. Louis 14, ja? Ja, heel goed. En ik denk dat Jan, zeg maar, in die baai... Daar moet hij ergens aan de rand liggen? Ja, in het midden, zeg maar, van de baai naar beneden moet gaan. Hier ergens, hè? Saint-Jean-de-Luz. Hier ergens, lijkt mij. Bij de rivier, hoe heet die rivier daar? De Nivelle. De Nivelle. We vliegen nu over de haven van Saint-Jean-de-Luz heen. Ja, daar moet je bij zijn. Ja. Over de baai. We denken dus dat jij de rivier die in die baai uitmondt, dat daar vlakbij die kerk zal moeten liggen. Ja. Volgens het kaartje wat Elsie hier net heeft tevoorschijn getoverd. Heb je dat begrepen, Jan? Dat heb ik begrepen. Dat het is natuurlijk wel het plein van Lodewijk de 14e, maar ik denk... Of het de kerk is, dat weten we natuurlijk niet, hè? Nee, weten we niet, er steekt wel iets spits hier uit... Dat zou een torentje kunnen zijn van een kerk. Ja. Hoe heet die kerk ook weer? De kerk heet Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste. Nou, anders moet je maar even landen, Jan, en even vragen aan iemand waar die kerk is. Ik wil toch dat Jan landt, of misschien in de buurt van die plek. In de buurt van de haven. Jan, zou je kunnen landen daar in die monding, in de buurt van die monding? In de buurt van de haven, hoor. Haven. Ja, dat kunnen we proberen. En kan je dan vragen aan iemand waar die kerk is? Dan moet je daarna daar naartoe. We vliegen nu over een kerk heen. Het is aan de monding van het riviertje bij de haven daar. Ja, daar moet je in ieder geval naartoe. Oké, dan gaan wij verder. Kijken. Waar was jouw briljante stukje nou weer? Welk... Oh, wat hier het is daar een stukje vandaan. Aan de overkant van de haven, daar kunnen we landen. Ja.
Maar dan is het nog een flink eindje lopen om daar te komen bij die kerk. Nou, Jan, ja, we hebben ook nog 21 minuten, dus er is een beetje speling nog. Saint-Jean-de-Luz en die kerk die heet de Saint-Jean-Baptiste. Oh, kijk eens aan. Hier, vanaf het terras L'Abri du Marais bij de haven. Ik lees nu even een stukje voor, is dat goed? Jan, volg je dit? Sorry, nog eens? Els die leest even voor waar dat ongeveer zou moeten zijn. Vanaf het terras L'Abri du Marais bij de haven heeft men een mooi uitzicht op de stad en de haven. De Nivelle en de Baskische Pyreneeën. Nou, die Nivelle is dus hier. Ligt die kerk? Dat is dus hier. Dan moet men ook naar de Pyreneeën kijken. Dat zal hier zijn. Ik neem aan de kerk die jij ziet, Jan. Ja. Dat die dat de kerk is die we moeten hebben. Is een grote kerk. Want wij hebben foto's hier dat het toch wel een flinke basiliek moet zijn. Ah, het is een vrij grote kerk met een prachtige toren erop. Ja. Ja. Dat moet kunnen. Dat moet hem wel zijn. Hè? Dus het moet geen klein kerkje zijn. We zijn er bijna geland aan de zijkant van de haven. Ja. Ja. En stappen nu uit. Hoeveel meter of wat is de afstand ongeveer naar die kerk? Hoe ver ben je van de kerk vandaan, Jan? Een meter of 50, 60. Ja. Oh, dus je kan het lopen. Je hoeft niet iemand aan te houden om de auto te nemen. We hebben een prima sportje gevonden. Goed. Ja, rennen. 19 minuten, 43 seconden. Niet slecht. Hij is nu aan het rennen, hè? Ja, ik ren nu over het pleintje. Ja, je bent in Saint-Jean-de-Luz, langs de muziektent. Ja. Nou. Dus nu gaan we echt de opdracht zoeken, het koninklijk embleem. Nou, de poort. De echte poort van het huwelijk. Ik wil, misschien is het handig. Daar zullen we dus ergens iets van moeten vinden. Jan, je staat nu aan de buitenkant van die kerk, klopt Jan, dat? Zijn er dus poorten daar, één of meer poorten? Ja. Of is dat onduidelijk voor je? Ja, maar hij moet... Nee, ik heb nu de kerk bijna bereikt, 5 meter. En zie je daar een poort? Het is een heel groot, oud, middeleeuws gebouw. Ja. Een trap die erboven voert, daarnaast een ijzeren hek. Ja? Hij beschrijft het even. En achter dat ijzeren hek? Dichtgemesselde. Ja, maar dat nee, het is niet een... Maar... Een entree naar de binnenkant van de kerk toe. Ja. Jan, even wachten, even tussendoor. Zie je iemand staan daar? Ja, vraag even aan iemand... Wacht even, één tegelijk graag. Ja, nou, Jan, jij vraagt nu aan iemand die daar staat, die daar nieuwsgierig bij staat te kijken, die zal vast wel weten waar die dichtgemetselde poort staat, ja? Die? Dichtgemetselde poort, ja. Niemand is na mijn huwelijk door deze poort gegaan, ja, dus dat kan die dichtgemetseld zijn en dan is hij... Ja, dat was heb ik net gelezen. Kan oh, very good. Kan je daar iemand even aanspreken? Natuurlijk bij voorkeur een gids of een suppost weer die alles weet. Vragen waar de huwelijkspoort van Lodewijk de 14e is, die dichtgemetseld is. Moeten we eventjes het Frans natuurlijk. La porte, Is jouw Frans ook weer net zo goed als je Duits? Jan? Wat? Is je Frans net zo goed als je Duits? Ik probeer nu eventjes iemand te spreken, die krijgen die wat... Je cherche un porte fermé de mariage de Lodewijk... Ja? Oui, oh. Ja. Ik heb hier een mevrouw die beter te vinden. Ja? Oh, neem mij. Ja? Aan de arm. Hier. Ja. Hier is een uur. 17 minuten. Stop, daar ben het. De tweede schat, jawel. Nee. Port Franchi. Nee, want de schat is dat. Mariage. Nee. Jan, kun je even luisteren? Jan, kun je even luisteren nu? Ja, ja. Wij moeten niet vinden die poort. Mijn koninklijk embleem vindt u bij de hoek van de muur. Dus daar is een muur in de buurt. Ah. En daar is het koninklijk embleem en dat is dus dat de schat. Zoeken. Dus de tijd loopt nog door, 17 minuten zijn we. Dus het embleem moet je zoeken. Het embleem is de schat, Jan. Een embleem? Het embleem van Lodewijk de 14e. Ik weet niet eens wat het embleem van Lodewijk de 14e is. En dat vind je de bij de hoek van de muur. Bij de hoek van de muur? Juist. Heb je daar dus een aantal muren daarbij in de buurt? Was dat niet de witte muur? Ja. Nou, luister, ik sta hier voor de muur. Ik kijk naar die dichtgemetselde muur. Ja. Waar dus nooit iemand door geweest is. Ik kan links en rechts kijken. Ja. Links en rechts hebben we beide hoeken. Nou, zoek daar. Oké, dus daar moet ergens een embleem zijn van Lodewijk de 14e. Het kan van steen zijn. Links of rechts? Eerst rechts. Dat weten we niet, dus zoek dat maar. Moet allebei even allebei worden de kanten. Nagaan. Je moet jezelf maar even kijken. Eerst rechts. Ik wil even een foto zoeken van dat embleem. Ja, dat zou dan dus. Ja, nou, oké, misschien ik kijk is links. Het toch... Ja? Ja?
bij de hoek van de muur. Ja? Een regenpijp. Ja. Verder niks. Kijk eens achter. Niks. Voel eens. Ik kijk nog een keer. Om de hoek. Jan, je moet ontzettend hard gaan zoeken nou. Misschien is het een heel klein embleem. Ja, ik heb het op de tijd. Ja, ja, ja. Goed zo, Jan. Heel goed. Ja, prima. Beschrijf het embleem eens even. Hoe ziet het eruit? Het is een koper lelietje. Ja. Ja, zo'n puntje met twee van die prachtige krullen links en rechts. Ja. Nou, dat is het. Oh, geweldig. Een prachtig koper. Fantastisch, Jan. Prima. Jan, de tijd is fantastisch. 16 minuten 4 seconden hebben we nog voor de derde schat. En onze Jeannette zal alweer wat te melden hebben. Ja, nou, dat het huwelijk van Lodewijk XIV met Maria Theresia van Oostenrijk betrof, dat hadden jullie snel door. Iets moeilijker was het zoeken van de plaats, Saint-Jean-de-Luze. Maria Theresia was de dochter van koning Philips IV van Spanje. Ja? En wie zat er nou weer achter? Dat was Mazarin weer. Want die dacht, als Lodewijk met haar kan trouwen, dan valt ooit Spanje wel in handen van Frankrijk. Goed, daar heeft de Spaanse koning een puntje achter gezet. Dat huwelijk werd dus gesloten in deze typisch Baskische kerk. Die heet dus Saint-Jean-Baptiste. Ja. Na de huwelijksluiting werd deze poort dichtgemetseld uit eerbewijs voor de eerbetoon voor de Franse koning. Die einde van die 30-jarige oorlog iets te maken met dat huwelijk? Was dat toevallig in hetzelfde jaar? De huwelijksbepalingen werden tijdens de vredesonderhandelingen vastgelegd. Tijdens die periode, die Pyreneeën-vrede. Ja. Tot zover dus het huwelijk van Lodewijk en Maria Therese. Goed, dan pakken we de derde. Envelop. Ik vind het dat we het nergens hier invonden. Dus nee. Flink ons best gedaan. Ja. Jan de Vries, ben je weer klaar? Wij zijn weer bij het pleintje waar de helikopter op ons staat te wachten. Ja. Daar redden we nu heen. Oké, dan gaan we bijna nu beginnen. Attentie, start. Zo. Dan ga je in de tussentijd weer in de helikopter en naar boven? Ja. Oké. De sabel die u moet vinden is van de oude Romeinse brug afgevallen. Hoewel ver van de zee, wordt hij 2 maal per dag door de Nivelle overspoeld. Als we deze hebben, dan hebben jullie met z'n tweeën 10.000 guldens, mevrouw meneer. De sabel die u moet vinden is van de oude Romeinse brug afgevallen. Hoewel ver van de zee, wordt hij 2 maal per dag door de Nivelle overspoeld. Dat is dan dus in de buurt, hè, want dit is de Nivelle. Ja. Die loopt dus hier. Dan moet er ergens een brug zijn. Er staat er maar 1 brug op, maar of dat de goede is. De sabel is van de oude Romeinse brug afgevallen. Dus Jan? Nou, kijk, ja. Jan? Ja. Je bent nu weer omhoog? Wij zijn inmiddels omhoog en cirkelen boven het haventje van Saint-Jean-de-Luz rond. Ja. Kun je daar een brug zoeken? Kijken of je daar op kan kijken? Een brug? Zijn er wat bruggen? Wij zoeken. Ja, ik zie een brug. Nee, wij zoeken daar een oude Romeinse brug. Ah, oh, nee, dit is een hele nieuwe brug. Hè? Ik denk de jaren 60 of zo. Ja. Dus wat doe je? Dus je wil graag dat je de rivier afzakt. Dat je de rivier afzakt, over de rivier vliegt. Dat je over de rivier? En ja. Dat je de rivier afzakt, totdat je een oude Romeinse brug ziet. Jan, gaan wij ondertussen verder zoeken. Ja. Dus die baai, daar komt de Nivelle in uit. Kijk even op je kaart mee. He, ja, als, je dus die, als je die afzakt, dan zie je daar misschien wel 1 of meer bruggen. En daar wil Herman jou nu naartoe hebben. Als we dat eens even op zouden zoeken in de boekjes, hoe dat er dan uitziet. Ja. Of daar meer bruggen zijn. Ik zie er wel eentje liggen. De sabel, hè? We moeten dus een sabel vinden. Maar het wil die is van de brug afgevallen, dat betekent dat die in het water ligt. Ja, in het water. Hoewel ver van de zee, wordt hij 2 maal per dag door de Nivelle overspoeld. Dus we zitten iets verder van de zee vandaan. Het kan natuurlijk wel zijn dat die oude Romeinse brug er niet meer is. Die is van daarvan afgevallen, maar kijk, hier is die Nivelle, die loopt een heel eind. Ja. Dus als Jan die gaat volgen, dan moet hij wat bruggen zien. Ja, oké. Okay. En precies zoals Herman zegt. Ja. Jan, jij vliegt inmiddels langs die Nivelle. Jan de Vries, jullie vliegen langs de Nivelle. Wij vliegen op dit moment langs de Nivelle. En kun je daar alle bruggen die je ziet even voor ons beschrijven? Het moeten er niet zoveel zijn, dus dat is niet... Ja, Tom, wij vliegen op dit moment langs de Nivelle. Ja. Wat ik hier zie is een prachtige vierbaansweg over het water heen. Ja. Een prachtige brug, model 65 schat ik. Ja, dat is dus weinig Romeins. Dat is dus weinig, heel weinig Romeins. Op naar de volgende brug. 13 minuten en 15 seconden hebben we nog. Ik denk dat je wel verder
Het is ook ver van zeker. Ik denk dat wij nu bij het eerste bochtje zitten van de rivier. Het is ook ver hier zitten. Naast Jean de Luz, dat we die gehad hebben. Ja. Dit is die grote paarse auto weg. Die we zojuist hebben gezien. Ja? Ja. Nou, dat volgen we tot we weer een brug tegenkomen. Hier zien we eigenlijk, als er een detailkaart is, hebben we er meer aan. Precies. Dat misschien dat in de andere. Ja, inderdaad. Ja? In het ANWB-boek zit waarschijnlijk wel iets. Het moet een Romeinse brug. Ik wil toch kijken of er iets over de Romeinse tijd in staat in een van die boeken. Hè? Dat is misschien toch. Nee, wordt die brug. Ja, maar ik denk dat je dat niet bij de R vindt, want dat is de plaatsindex. Dus daar kun je geen R van Romeinse zitten. Jan, alweer een nieuwe brug gezien? Ja? Nee, Tom, wij zien nog helemaal niks. We vliegen nu richting een hele grote berg. Ja? Ja, het blijft een mooi smal riviertje, maar weinig of geen bruggen. Nou, vlieg hem af. Hij moet dus vrij ver van de zee zijn. De opdracht ver van zee. Dus twee maal per dag, dat is natuurlijk eb en vloed, is merkbaar in de rivier. Maar ik weet niet tot hoever eb en vloed merkbaar in die rivieren zijn, tot hoever dat gaat. Twee maal per dag door de Nivelle overspoeld. Jij denkt dat dat eb en vloed is? Ja, dat zou zijn. Ik denk dat eb en vloed zal zijn, want er is een grote baai. Ik denk zeg maar een soort delta. Jan, kan je nog even beschrijven wat je nu ziet? Wij gaan nu met de bocht mee naar links voor ons. Dus we zijn nu bij de derde bocht ongeveer. Dat is vrij scherp. Daar staat één brug op deze teken. Dan moeten we eens even kijken. Wat gaat hier gebeuren? Het is een ontzettend kronkelig riviertje. Ja, dat klopt. Herman zegt net dat je bij Portua, daar zou je ook een brug kunnen vinden. Bij Portua. En dat ligt weer bij Assen of Asquin in de buurt. Oké, moment. Vraag even hoe lang dat duurt. Ja. Kom je in een minuut? 11 minuten nog. Ja. Zie je dat als je die plaatsen even opzoekt, misschien zie je daar wel een. Ja, ik zoek even een brug staan. Dus Portua. Ik wil even alle plaatsen die langs die rivier liggen, wil ik even hier in de gids opzoeken. Dorea, Portua, Asquin. Ja. Asquin ligt niet aan die rivier. Dan hoef je dat niet te zoeken. Dan zoek ik Asquin. Nou, kijk eens jongens, die rivier loopt zo. Ja. En volgens mij is dit niet meer de Nivelle. Ja, en is maar dit alleen de Nivelle? De plaats ligt er wel aan. Oh, hè? Dat zou kunnen de natuurlijk. Asquin. Of Asquin ligt er aan. Herman, wij zijn nu bij Portua aangekomen. Ja. Ik zie nog geen brug. Geen brug? Nog niet een hele. Het moet een oude Romeinse brug zijn. Nee, ik zie alweer een hele mooie nieuwe brug. Dan vlieg je maar rustig verder. Portua. Blijf nu een beetje belemmerd door allerlei bomen die op beide kanten van de oevers groeien. Ja. Pas wel op, want daar kan natuurlijk een brug onder liggen, dus let wel op. Ja, wacht even, ik zie een brug. Een hele oude brug met een klein watervalletje erbij. Juist. Ja? Bij een stroomversnelling. En waar is dat ongeveer? Dus een oude brug. Waar? Op één pilaar, bij Portua, dat plaatsje van Herman. Bij Portua. Ja. Heel goed. Ja, prima. Nou, Jan, ik je ga moet daar even dus ergens gaan landen. Ik ga eens even. Ik wil dat je in de buurt van die brug ga je landen. Oké. Ja? Ja, Knikkerman. We kunnen hier landen. Keurig. Kan je landen daar? Ja, dat gaan wij nu proberen. Ik wil toch even die plaatjes opzoeken, hè? Want we weten er gewoon dus het is heel moeilijk om hier een landingsplaats te vinden. Ja. Heb jij een 9 minuten 36 seconden. Nog voor de boeg. Om te kijken wat ik. Portua, hè? Ja. Daar moet ergens. Jan, waar ben je? Is dat staat daar iets weer in? Ja. Een boek. Je bent al aan het landen, Jan. We proberen een nieuwe geschikte landingsplaats te vinden. Het wordt, de brug is helemaal afgezet door allerlei bomen. Maar het is niet echt makkelijk. Is Portua een plaats of niet? We proberen nu op een groot stuk steen, grote steen, stenen plateau voor de brug neer te zetten. Ja? Ja. Nee, ik heb het niet. Dat lukt, ja. Ik kan niks vinden over Portua. Ik denk dat we staan nu voor die oude Romeinse brug. Juist. We staan nu voor die oude Romeinse brug. Een helikopter op een groot stenen plateau. Ja? Ja? Wat wil je dat we nu doen? Daar moet dus zijn. Een sabel. Een sabel. Moet je luisteren. Zie jij iets wat een eilandje of een rand onder die brug? Want ik neem aan dat je onder die brug moet zoeken. Want die sabel is van de brug gevallen. En je moet een. Dus hoe groot is die rivier daar op dat moment? Wacht even. Wat zeg je? Herman heeft een vraag. Herman, wacht even. Ja? Ja? Hey, Jan, ik zal je het even uitleggen. Hij is van die brug afgevallen, die sabel. Ja. En hoewel het ver van zee is, hè, komt de vloed, die komt daar 2 keer per dag. Ja. Dus hij ligt, als het nu eb is,
moet hij nu droog liggen. Weet jij nog vanuit uit de haven of het eb of vloed was? Nee, geen idee. Dat weten we niet. Er stroomt hier veel water. Ja, nou dan zou je moeten zwemmen, Jan. Dan denk ik dat je straks moet zwemmen, inderdaad. Want hij is van die brug afgevallen. Dus hij ligt in het water. En hij ligt tussen de eb en de vloedlijn. Ligt er een klein elandje, nou niet echt een elandje, onder de brug, maar dat je iets kan zien dat bij eb in ieder geval droog komt te liggen. Zie je dat? Jan? Ja, het kan een beetje... Er komt wat grond vrij. Nou, weet je wat je dan doet? Dan ga je bij die grond... Ik probeer nu bij de brug te komen. Ja. 7 minuten 30 seconden hebben we nog om daar een beetje uit te komen. Is dat een hele hoge brug, Jan? Nee, het is een heel laag bruggetje. Ja? Kun jij makkelijk ook aan beide kanten van de brug komen? Nee, dat is heel moeilijk, want we staan eigenlijk op een soort stenen eilandje in het water. Ik ben daar inmiddels afgeklommen. Sta je in het water op een eilandje? Ik ben nu aan het omlopen naar... Maar alweer wordt mij de weg versperd door water. Ja, en hoe ver ben je nou van de brug vandaan, Jan? Ik probeer nu bij de oprit naar de brug te komen. Hoe ver ben je? Oh, hij zit niet echt onder die brug. Hij moet op de brug. Moet natuurlijk, als het afgeval is, moet hij onder liggen. Laten we maar eerst even kijken. Op de brug, dan kan hij naar beneden kijken waar dat ondiepe gedeelte is. Ja, ik vind best... Oké, ik ben hier aan de oprit van de brug. Ik loop nu de brug op. Ja? Ja? Is de grote brug? Nee, het is een heel klein houtsteen bruggetje. Rust op één pilaar in het water. Ja, nou kijk, aan weerszijde. Oké, ik kijk nu over de rand. Ja? Ik sta op de middelste pilaar. Ja? Ja? En zie je daar nu iets liggen? Water. Nou, water. Goed. Maar zie je iets ondieps? Ik loop nu naar de andere kant van de brug. Ja. Ik kijk naar de andere kant. Ja, ga door, Jan. En ik zie nog steeds water. Ja, wat we moeten hebben is een sabel die van die brug afgevallen is. Nou, Jan, ik denk toch dat je misschien het water in moet om te kijken hoe diep dat water is daar. Zou je dat willen doen? Dat is een goeie. Ja. Nou, Jan, probeer dan. Ga onder de brug door, loop die brug weer af. Onder de brug staan. Maar ik hoop dat je niet verdrinkt, maar... Want Jan, als jij dus van die brug af naar beneden kijkt, zie je nergens een droog stuk, hè? Het is helemaal omgeven door water en het is heel moeilijk om daar aan de zijkant zo bij te komen. Nou, het is jammer, het is vloed. Dan is het nu dus overspoeld, hè? Dat wordt 2 keer per dag overspoeld. Ja, het is nu overspoeld. 5 minuten 42 seconden, nou, het ligt nu onder water. Je moet dus waden door het water. Ja, het water in. Waar ben je? Sta je al in het water? Voeten nat? Ik sta nu buiten aan mijn middel in het water. Ja? Ja. En het wordt nog steeds dieper. Oh, nou, ga toch maar door, Jan. Nee. Kan je zwemmen? Jan, je moet niet in het midden zijn. Want het midden... Als het eb is... Ja, dat hoeft inderdaad niet. Hè? Als het eb is, dan zat er een beetje, staat er een klein beetje. Oké, ga het water uit, ik loop op. Ik probeer vanaf de andere kant. Ja, oké. Rennen, hè? Want we hebben nog maar 5 minuten. Die plaats, je moet de grens hebben tussen de eb en vloedlijn. Ik kan die plaats helemaal niet vinden. Asken, daar zijn we nu. Ja, Asken, maar... Dat moeten we toch een keertje kunnen vinden. Oké, ik ben weer op de brug gelopen. Dus naar de andere kant. Ga er nu weer aan van de andere kant. Ja? Je moet tussen de eb en de vloedlijn kijken. 329 is Asken. Begrijp je dat? Herhaal dat eens. Het is 4 minuten 43, we zijn er dus bijna. Herhaal dat even, dat je dus tussen de eb en de vloedlijn moet zijn. Kijk even, dit is... Tussen de eb en de vloedlijn. Daar moet je tussenin zoeken, dus je hoeft niet helemaal in het midden waarschijnlijk. Zie je Asken staan? Ja, Asken. Jawel, maar als die van de brug afgevallen is... Ja, maar er staat hier dat hij 2 maal per dag overspoeld wordt. En hij wordt... Oké, nou, ik loop nu op stenen die aan de... Liggen. 4 minuten 17. En die 2 keer per dag overspoeld worden dan? Asken, juist. 61. Dus dan moet hij hier ergens liggen. Ik zoeken. Ja, wacht even. Hier ligt Asken. Waar is Asken? Nou, er staat inderdaad een alleen dat er een Romeinse brug is, maar dat er een sabel te vinden dit is. Dus Asken. Ja dan. Het staat er helemaal niet in. Ja, maar Asken. Jan, wat ben je aan het doen? De Eglise. Weet jullie waar ongeveer die van de brug is gevallen in het midden? Nee, dat probeer ik nu te vinden in de boeken, maar er staat niet over in ieder geval. 3 minuten 40 hebben we nog. Hier moet Asken zitten en hier moet opstaan. Dat is toch bladzij 61 dan? Ja. Ik ben echt... Zoek jij nog... waar, moet je luisteren, waar zijn jullie neergekomen? Jij zit op een riviertje of een eilandje midden in het water? Wij zijn stroomafwaarts dus, hè? Ja, maar ben je midden in het water geland? We zijn midden in het water geland. Op een soort stenen dam. Dat geeft niet. Op een stenen dam. Ja, daartussendoor loopt
een stroomversnelling. Jan, hij is van de brug afgevallen. Hij moet ergens bij de brug. Hij is van de brug afgevallen. We kunnen dus nog een brugje verder hebben, hè? Ja. er zijn bruggetjes gekomen. Dus, hoe oud is die brug, Jan? Ruim middeleeuwen. Prachtig. Ja, middeleeuwen. We moeten Romeins hebben, hè? Romeinse brug. Het is een middeleeuwen. Wacht even, ik heb alleen maar één kant bezocht. Ik ga naar de andere kant. Luister eens, zie jij mensen om je heen? Ja. Laten we daar nou eens eventjes aan denken. Ja, wacht even, we hebben nu nog maar 2 minuten 46 seconden. Jan, is het een brug uit de middeleeuwen of is het een Romeinse brug? Het is een Romeinse brug met van die... Een Romeinse brug. Ja, de Romeinse poten. Dat verder zoeken, je gaat nu naar de andere kant als ik het goed luister begrepen eens, heb. Luister eens Jan, zie jij iemand staan daar? Het is een Romeinse brug. Een lokaal figuur? Toeristen zie ik hier voornamelijk maar. Nee, niet als iemand toeristen. Ja, een toerist, even. Maar loopt daar helemaal, loopt daar een gids bij of niet? Kijk eens even. Vraag het even. Asken, 93. Ja. Waar dat stuk is waar, in het water wat steeds bij eb en vloed droog komt te liggen en overspoeld wordt. Oké, ik ga even naar de vraag dat even, ja? Ja, ik ga naar de mensen toe vragen. Ja, en duik er dan gelijk in als je het weet. Jan, dat goed, hè? We hebben hier Asken gevonden. Ja. Kan je even meeluisteren, Jan? 1 minuut 59 nog maar. Ik vraag het eventjes. Hij vraagt het. Achter het fronton leidt een oude Romeinse weg naar de schilderachtige Romeinse brug. Ja. Nou, daar is dat is, ja, daar is, ik weet niet precies waar die nu is. Maar zo, op die brug. Sorry. Zo. Ja. Jan, ga even terug. Nee, ik sta te vragen aan, aan iemand die daar... ja, maar dan kan ik niet horen. Ja, Jan? 1 minuut 36. Maar die mensen begrijpen het hier ook niet. Nee, geef het niet. Je moet terug naar de brug. Laat het dan maar. Ja. Kijk, hier vinden we Romeinse brug. Fronton. Wat is een fronton in godsnaam? Jan, weet je wat een fronton is? 1 minuut 19. Hé, ik heb het! Ik heb het! Aan de zijkant! Het zwaard! Ja! We hebben het! Goed zo, Jan! Romeo! We hebben hem! Hé, Romeo! Waar lag hij? Jan, beschrijf even hoe het gegaan is. We hebben het! Ik kijk nog een keer, ik zie hem staan bij de meest linkse pilaar van de brug. Ja? Ja? Stak die uit de grond, was die daar in blijven steken tussen de lansen. Fantastisch! Jan, goed zo! Prima! Hey. Goh, ik dacht op een gegeven moment dat we helemaal aan de kant zaten. Ik dacht, hier is ook nog een brug. Dus ik dacht, nou misschien zit het dan daar wel, of misschien is het daar nog wel ergens eentje. Goedendag zeg. Jan, leef je nog? Leef je nog? Jan, de kandidaten wil je even bedanken. Ja, Jan. Hey, reuze bedankt. Ja, jij ook. Snelle aanwijzingen. Nou ja, maar jij hebt toch het werk opgeknapt voor ons, hè? Jazeker. Ja, prima, jongen. Zeg, grandioos, Jan. En ook de hele crew die met jou mee is. Fantastisch werk, hoor. Hartelijk dank. Goed, Jeannette gaat nu even weer wat melden. Ik kan jullie alleen maar mijn gelukwensen geven, want het is prima gegaan. Hier was weinig anders. Waarom de goede brug dus meteen? Het was kennelijk, ik begon bang te worden dat het niet de goede was, maar heeft het gevonden. Het was hier een kwestie van logisch handelen en denken. Dat hebben jullie goed gedaan en juist op tijd. De brug, nou het is een oude Romeinse brug inderdaad, in een heel toeristisch plaatsje Ascain. Wat verder alleen maar bekend is door het feit dat Pierre Louti, een Franse romanschrijver, hier een roman Ramuncho schreef. Ja. De sabel die behoorde toe aan de piraten die hier vroeger opereerden, uit naam van de koning. Die dus hun bootjes achterlieten in Ascain na het werken. Maar 's ochtends vroeg weer de vijandelijke schepen bestormden. De buit die werd regelrecht overgedragen aan de staat of de koning. De piraten zelf kregen daar een percentage. Dus hun sabels lieten ze elke dag achter, gingen weg? Nou ja, die man die kwam daar langs en liet zijn sabeltje over de brug hadden. Maar goed, ze waren daar dus. En inderdaad, ver van de zee, maar het is nog open genoeg om daar eb en vloed 2 keer per dag te kunnen laten spelen. Geluk wensen. Fantastisch. Dan krijg ik de prijzenenvelop voor onze 2 kandidaten. 10.000 guldens. Dat is toch wel eventjes geweldig. Netto. Weet je al wat je ermee gaat doen? Ik denk misschien op vakantie naar Frans Baskeland. Dat lijkt me heel leuk inderdaad, ja. Ik ben er nog nooit geweest, dus misschien is dat best aardig. Dus jij wil hem voor je vakantie gebruiken? Herman, jij? Ik ga binnenkort verhuizen. Oh, dan kun je natuurlijk altijd aan 1001 dingen. Ja. Tuinstoelen tot en met... Helemaal nieuw huis ook nog. Ja. Helemaal nieuw huis. Dus daar kan ik het uitstekend aan voor gebruiken. Nou. En ik ga een video kopen. Je gaat een video kopen? Ja. Ontzettend leuk. Goeie bestemmingen lijken me weer. Dames en heren, dit was dan weer onze Op Jacht naar de Schat. Tot de volgende keer over 4 weken.